Hoi, we zijn er weer met deel 2 van Build Battle. Yeah! We zijn er weer en we gaan gewoon weer Build Battle spelen, net zoals vorige keer. En hebben we er zin in? Ik wel. Ja, maar we gaan gewoon lekker nog een keer Build Battle spelen. Net zoals we waren vorige keer met onze vieze uien en onze melk, waren we eerste geworden. Dus we gaan hier solo mode nog een keer spelen. En als je niet weet wat Build Battle is, je speelt met z'n 16e. Je bouwt allemaal iets van hetzelfde onderwerp. En degene met het mooiste gebouw, mooiste beeld wint. Alleen je stemt op elkaar, dus het is niet altijd eerlijk. Kijk even of jij gelijk hebt daar. Je doet dat daarboven, want mijn video is omgedraaid daar. Het thema is brug. Kan ik in de vloer bouwen? Ja, ik kan in de vloer bouwen. Oké. Okay. Ga gelijk een riviertje maken, jongens. Ah! Het thema is brug. En het thema brug, dat betekent dat ik vrolijk ben. Want een brug maken, dat wil me wel lukken. Let op. Mijn god, ik moet dat... grass maken we ervan. Oké, dat werkt zo. En dan zeg maar niet dat de rivier weg is. En de rivier is weg. Oké, nevermind. Oké, we zijn een soort van brug-idee aan het maken. Ik weet niet of dit een goed idee is wat ik allemaal doe. Maar daar komen we zo meteen denk ik wel achter. 3 minuten. Ja, moerie, hoe ga ik dat doen? Oké, wacht. Dat ga ik toch nooit redden. Ik heb veel te groot nagedacht. Het zijn lelijke fans. Ik heb de spruce fans nodig. Ik heb te moeilijk nagedacht over de situatie. Hoe ik dit wil gaan doen. En dan alsnog verneuk ik het zo erg. Ah, hoe ga ik dat doen? Ik heb daar toch geen tijd voor in die minuut. Ik dacht veel te moeilijk. Nou, ik ben een hele leuke brug aan het maken hier, denk ik. Maar je hebt maar 5 minuten of zo. Wat is het? Je hebt echt veel te weinig tijd. Dus dat ga je toch nooit redden? Oh, maar deze zijn trapdoors. Dat kan ik zeker niet pakken. Nope, dan doen we het maar zonder trapdoors. Oh, die mag ik ook niet plaatsen. Oh, top dit. Oké, klaar. Ik mocht niet meer doen. Ah, nee, zoals eerste. Top, great. Kijk, hij heeft een heel watereiland. Oh, ik had gewoon water als vloer moeten doen. En van eilandje naar eilandje moeten gaan. Oké. Daar is ik, Boom! Kijk, dit is een moderne brug. Hij is oké. Hij heeft gedaan met de tijd die hij had. Heeft hij een brug gemaakt. Dus ik geef hem een oké. Kijk, ook leuk. Ook leuk. Deze geef ik ook wel een oké. Ja, maar jemig. Deze is gewoon groot. Ook een brug dit. Maar, ik ben... derde! Deze heeft gewonnen. Dat is op zich ook wel logisch. Hij is wel groot. Hij is niet heel bijzonder, maar hij is gewoon groot. En dat is meestal wel wat wint. Dus derde! Een hoofd. Een hoofd! Bruh! Wat is de bedoeling van een hoofd? We maken wel gewoon het drakenhoofd. Right? Hier, we maken wel deze gewoon na. Vind ik wel een hele goeie. Oké, dan doen we dat. 5 groot. 6 groot. 7 groot. We gaan hem weer te groot maken. Nee, dit is niet te groot. Dit is doable zelfs. Deze vind ik heel doable, een drakenhoofd. Ik denk dat hij ook nog wel redelijk origineel is als ik zeg dat we een drakenhoofd maken. Vergeleken met wat ik normaal doe, weet je. Dus ik heb er hoop in. De hoop is er. De hoop is aanwezig, jongens. Maak je maar geen zorgen. Oké, hij is gewoon letterlijk een vierkant hoofdje met een snavel, ga ik het noemen. Gewoon een snavel erop. Zo, en dan zit het erin. Dus dan laat ik zeggen. Zo. We doen... yes, this is it. Perfect. En dan gaan we zo dat snaveltje maken. Dit is de snavel. Daar moet hij. Oké, zo. Zo. Oh, die zit er niet op zijn neus. Waarom plaats ik dat op zijn neus? Oh, dat zit al boven op zijn hoofd. Niet op zijn neus. Wat ben ik een ongelofelijke idiot. Particle selector, angry villager. Dat komt allemaal uit zijn mond. Zo, dat is rook uit zijn mond. Oké, hier uit zijn neus. En hier uit zijn neus. Hij krijgt nog 2 pupilletjes. Zo, kijk. Dat is toch leuk? We hebben toch iets leuks gekregen. Misschien een beetje te veel particle. Of, ja, maar hij heeft ook weer iets leuks waar ik weer niet tegenop kan. Wat is dit nou weer? Oké. Hey, dat is mijn hoofd. Hoe de fuck kom je eraan? Erg basic, maar het is een hoofd. Dus oké, het is een hoofd. Ja, maar deze heeft ook weer zoiets leuks gedaan. Deze is gewoon letterlijk onthoofd. En hij kijkt echt gewoon niet meer. Hij heeft gewoon geen pupillen meer. Maar ik vind hem wel leuk. Ik vind hem wel leuk. Ik geef daar zo'n good. Kijk, dit is toch epic. Dit is epic. Come on. Oh! We hebben gewoon gewonnen! Sick! Oh, dat is echt cool. Met hoeveel punten? Oh, echt. Oh, we hebben dubbele winnaar. Nou, ik ben de enige winnaar. Ik ben de enige winnaar. Onze dragon heeft gewoon gewonnen. Poep is lekker. Meningen. Meningen zijn gevarieerd. Een pond. Een pond is wat ik voor me zie. Ik zie zeg maar of het geld, denk ik niet. Of zo'n wat je over een pondje wat je over het water brengt. Oké, een pond is dus blijkbaar gewoon het water. Als in niet het water, maar een soort meertje. Een klein pondje, weet je. Hoe leg je dat uit? Oké, we gaan het maken. We gaan dit maken. Dit wordt hem. Een pondje is dus dit wat ik nu aan het... Ah, kan je niet lager dan dit? Ik kan niet lager dan dit. Hoe willen ze dan... Oké, dan verhogen we het. Dan verhogen we het gewoon. Een klein pondje. Oh, maar deze. Een pondje, daar gaan we. Hierin komt een pondje. Hierin komt een pondje. Gewoon een klein
vijvertje is het letterlijk. Doe hier grass onder. Of zand. We doen zand. Dat is leuker. Gooi hier gewoon zand in. Voor de fans. Zo. En dan kunnen we altijd nog weghakken. Maar ik wil eerst even de bodem hebben. Want ik weet dat water kut werkt. Dus we gaan eerst het water plaatsen. Dat is waarom ik het helemaal volbouw. We gaan eerst het water plaatsen. Boommeel, boommeel, boommeel. Heel veel boommeel overal. Dat het gewoon even in de omgeving niet zo kaal is. Come on. Snel een boom bouwen. Ik heb hier zo weinig tijd voor. Maar het is zo stressend soms dat fucking build battle. Maar je moet echt really fast met je alles bouwen. Holy shit. Wat we dan nog doen is wat ik altijd leuk vind. Is een klein... Een soort, ja, hoe noem je het? Een bankje. Oké, zo. Hoppakee. Hoppakee. Zo. Dan nog wat lilypads. Tering. Tering. Wat signs. Nee, wat fences bedoel ik. Gewoon voor de leuk. Alsof het takjes zijn. Fences kan je zien als takjes uit struiken. Zie je? Kijk, zo. Gewoon takken die uit de struiken steken. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Nee, er zit één gat. Nee! Kijk, ik heb wel gelijk. Het was dus een pontje. Waar de brug. Oh, bruggetje erbij. Kon ook wel leuk zijn. Maar we hebben wel eerder een brug gemaakt. Dus het is wel oké. Hij heeft de pont. Oh, een kampvuur. Daar had ik niet over nagedacht. Ik moet echt meten met blokken gaan denken. Hey, deze vind ik oprecht leuk. Deze vind ik oprecht leuk. Gewoon een leuk eentje. Hij met een hele snelle planga wat hij op heeft. Ik vind hem oprecht heel leuk. Kijk, een mooi pontje. Nou, kom maar. Geef maar allemaal legendary. Legendary, legendary. Kijk, een leuk watervalletje. Dat had ook wel leuk geweest, hoor. Overigens, ik gewoon een waterval had toegevoegd. Maar je hebt zo minimaal de tijd om over dingen na te denken dat je het gewoon, ja, vergeet. Hey, we hebben gewin gewonnen. Wat nice. En we hebben wel meer punten gewonnen deze keer. Ja, wat een leuk pontje. We hebben gewoon gewonnen. Dat was hem weer. Was hem weer. Ja, klopt. Ik had gelijk. Want we hebben twee keer gewonnen en dat heb ik niet gezegd. Dus ik heb eigenlijk nergens gelijk in. Dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Abonneer allemaal eventjes. Abonneer even allemaal daarboven, want ik heb het videootje weer omgedraaid. Dus abonneer, like de video. En dan zie ik jullie in de volgende video morgen om 3:30. Mijn naam is Royalistic. Dankjewel voor het kijken. Dikke peace. Doei!